Inigo, hey, je zei net, ja, hadden we het even over de islamitische mystiek en de christelijke mystiek. Zou jij wat meer kunnen vertellen over hoe zij zich tot elkaar verhouden en wat de verschillen en de overeenkomsten zijn? Ja, ja, ik denk, als ik geïnteresseerd ben geraakt in de islamitische mystiek, is het ook omdat ik daarin iets van een spiegel herken, van waarin ik mijn eigen passie voor de christelijke mystiek opnieuw leer kennen, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het over een, misschien wel het belangrijkste thema uit de mystiek, het verlangen. Verlangen en de liefde. Ik zei daarnet al, mystiek is de taal van het verlangen. En dat is iets dat wordt in de Soefi-poëzie zo sterk naar voren gebracht. Het gaat voortdurend over onbereikbare geliefden, over het verlangen, over de pijn die dat met zich meebrengt, over de afwezigheid. Maar dat telkens dat het een positieve zin krijgt. Mm-hmm. Niet alleen een positieve zin krijgt, dat de kern is van het hele leven. En dat je door te verlangen naar de afwezige, naar de geliefde, wij beperkte mensen boven onszelf kunnen uitgroeien. En dat is iets dat zit ook heel sterk in de hoogtepunten van de christelijke mystiek, vind ik. De liefdesmystiek, het gevoel van de afwezigheid, en dat is iets wat we allemaal kennen. Dat is ook wat je in de poëzie van Rumi vindt. We weten dat het over een concrete geliefde ging bij Rumi ook. Het verlangen tot nabijheid en het er niet geraken, zeg maar. En daarin juist ontdekken van, daarin zit een kracht die je boven het kleine en het concrete uitdraagt, eigenlijk. Ja, en waar ze elkaar vinden. Hoe heb jij dat ervaren in Soedan? Ik zou bijna zeggen, je kon het overal ruiken en voelen zinderen in de lucht. En zeker omdat ik een aantal sheiks en soefi-meesters ook heb mogen ontmoeten en mogen omhelzen, dus toen dat nog mocht, nog net op tijd. En we eigenlijk hele mooie gesprekken hadden, omdat ze eigenlijk meteen tot de kern van de zaak kwamen. Ze hebben mij welkom geheten als een christen. En als iemand die eigenlijk op weg is naar hetzelfde doel, maar langs een andere weg. En datzelfde doel, zeggen ze, dat heeft te maken met dat de waarheid in het hart leeft. De waarheid is niet iets waar we abstract over kunnen denken, wat in strenge wetten vastgelegd wordt, of in strenge dogma's vastgelegd wordt. De waarheid leeft in het hart. En voor hen de woorden van de Koran appelleren aan iets wat in het hart leeft, het innerlijk woord. Nou, dan moet ik natuurlijk echt denken aan ook allerlei passages uit onze traditie. Het innerlijk woord dat naar buiten wil komen, zeg maar. En dat is dan dat verlangen waar ik het over had. Waarin zit hem dan? Hey, je zei, het is echt dezelfde kern, maar de weg is anders. En hoe doen we dat in de christelijke mystiek? En waar zit hem dan de verschillen? Ik vind het moeilijk. Het verschil, ja. Ik weet niet of hoe dat. Ja, ik vind het bijna moeilijk om over de verschillen te praten, omdat je dan heel snel in abstracte categorieën gaat vervallen. Dus in handboekentaal zou je kunnen zeggen van, nou, de islamitische mystiek legt meer de nadruk op het zich neerleggen, inshallah. We laten het over, wij gaan op in het geheel. De christelijke mystiek legt meer de nadruk op de activiteit van een individu die tegenover God staat, zeg maar. Meer dialogisch. Maar ik wil er meteen aan toe. Meer als hard werken, eigenlijk.
Er staat meer, ik denk dat dat zie je bij Meister Eckhart, zie je dat ook met Marta en Maria, van degene die iets doet. Mm-hmm. Bij mijn favoriet Cusanus heb je dat ook, hè, dus de lepelsnijder die door iets te doen vindt die God. Ja. Maar die tegenstelling is eigenlijk nog te abstract, vind ik. En die doet geen recht aan het feit dat we het daadwerkelijk over hetzelfde hebben. Je zou het kunnen vergelijken, en die vergelijking ontleen ik ook aan hen eigenlijk, omdat ze voortdurend over de geliefde spreken. Mm-hmm. Van hoe je met de geliefde omgaat. Ja, soms moet je iets meer doen, soms moet je net meer inhouden en je totaal overgeven. In de liefde werkt geen strategie, schijnt het, dat weet ik ook alleen maar uit de boeken.